Beste aanwezigen, welkom bij de tweede bijeenkomst van een driedelige serie lezingen in Spui 25 met als titel Decolonizing the Mer Mortella. Zo het de Middellandse Zee decoloniseren. En ik moet eigenlijk zeggen de dodelijke zee decoloniseren. Deze tweede bijeenkomst is in het Nederlands, want we proberen vandaag om met de verkiezingen in aantocht het debat hier in Spui 25 wat meer in de nationale debatten te laten landen. De andere twee bijeenkomsten zijn in het Engels. De eerste vond plaats op 12 december 2023. De laatste zal waarschijnlijk eind december of begin januari plaatsvinden. Er wordt ook een livestream gemaakt die u na de bijeenkomst nog op de website van Spui 25 kunt bekijken. De Middellandse Zee heeft deze bijnaam, de Mer Mortella, dus de dodelijke zee, meer dan 15 jaar geleden al gekregen. En sindsdien is het eigenlijk alleen maar nog meer het centrum, maar zeker niet de enige plek geworden van wat we nu de dodelijkste grenzen in de wereld kunnen noemen. En dat zijn de grenzen van de EU. Meer dan 40.000 mensen zijn overleden tijdens hun onveilige migratieroutes vanaf 2014 aan de Europese grenzen. Onze collega Thomas Spijkerboer aan de VU en zijn onderzoeksteam hebben daar een woord voor gemaakt, namelijk grensdoden, border deaths. In de woorden van de Internationale Organisatie voor Migratie, de IOM, zijn deze gegevens de stille getuigen van een van de grootste politieke mislukkingen van de moderne tijd. Daar komt nog bij dat het IOM en anderen die betrokken zijn bij het tellen van de doden ook nog zich ervan bewust zijn dat het heel moeilijk is om mensen te tellen, om daar een goed beeld van te krijgen. Dus waarschijnlijk is het nog een lage schatting ook. Los van de mensen die gestorven zijn aan de grenzen, en dat gebeurt elke dag nog steeds, zijn er heel veel mensen die in onzekere omstandigheden of zelfs gewoon in slechte omstandigheden moeten leven. Omdat ze in asielcentra leven of omdat ze illegalen zijn of illegalen genoemd worden die makkelijk uit te buiten zijn. En die altijd het risico lopen om gedeporteerd te worden. Dit is grotendeels onzichtbaar voor Europese minderheden. Maar wij profiteren wel met z'n allen van de goederen en services die deze mensen voor ons leveren. Ten slotte zijn er ook nog een heleboel mensen die in de EU werken en leven en die het wat minder zwaar hebben, maar die wel met non-EU-paspoorten alsmaar moeten nadenken over waar ze naartoe kunnen gaan met hun paspoort, wat er mogelijk is. Collega's van ons die sommige conferenties wel kunnen bezoeken, maar andere waar mensen met EU-paspoorten doodmakkelijk naartoe kunnen, niet kunnen gaan of maanden van tevoren visa moeten aanvragen en dan struggelen om toch te kunnen gaan. Dus gewoon om hun werk te kunnen doen. Die zijn er ook een heleboel. Deze lezingenserie wil eigenlijk de vraag aan de orde stellen of een perspectief dat iets meer naar de koloniale geschiedenis en de koloniale erfenissen waar wij mee zitten kijkt, of we daar die fundamentele problemen waar we mee zitten rondom migratie en vluchtelingschap in de hedendaagse migratiecontext, specifiek eigenlijk met betrekking tot de Middellandse Zee, maar ook breder, gewoon om te hebben over de grenszones rondom de EU, of we daar met een wat meer op die koloniale geschiedenis georiënteerde blik een beter zicht op kunnen krijgen. En ook beter kunnen nadenken over wat eigenlijk de fundamentele problematiek is en waar we naar oplossingen zouden kunnen zoeken. Zulke decoloniale perspectieven zouden direct met beleid te maken kunnen hebben, maar ook met wat vluchteling zijn en migreren eigenlijk fundamenteel betekenen. Of dus om met de Afrikaanse schrijver Ngugi Wa Thiong'o te spreken, wat het zou kunnen betekenen om
to decolonize the mind. Dus om ons brein en onze ideeënwereld en onze verbeelding te proberen te decoloniseren. En dat dan in relatie tot migratie en vluchtelingschap. En dan misschien specifiek de publieke mind, de public mind van de Europese meerderheden. Kritische stemmen hebben eigenlijk in toenemende mate beargumenteerd dat de situatie aan de Europese grens eigenlijk alleen maar mogelijk is als je het overleven van het koloniale gedachtegoed en koloniale mentaliteiten in oogschouw neemt. Waar de levens van sommige mensen zo veel minder waard worden geacht dan die van anderen, dat zelfs feodale metaforen, verwijzen naar de middeleeuwen, over structurele en overgeërfde hiërarchieën tussen mensen eigenlijk niet genoeg zijn om de diepte van de ongelijkheden te benoemen. Met name, maar dat daar eigenlijk woorden voor nodig zijn die de dehumanisering van mensen kunnen bespreekbaar maken. En dat is eigenlijk allemaal gelinkt aan koloniale gedachtegoed en aan de geschiedenis van begrippen rondom ras en racialisering ook. De Franse, francofone, Martinicaanse auteur en politicus Aimé Césaire sprak in dit verband over thingification of reification. Dus dingificatie, oftewel verdingelijking. En dat zag hij als de essentie van het kolonialisme in zijn essay over het kolonialisme. Dat is uit 1950. Hij zegt daar dat sommige worden gezien als vrije subjecten. En met name, dat wordt met name toegeschreven aan de Europese beschaving. Terwijl anderen worden gezien als dingen van wie hun emotionele en intellectuele leven eigenlijk nauwelijks relevant kan worden in specifieke context en specifiek in de Europese context. Ook in de Nederlandse context is dat ook rechtstreeks met de geschiedenis van de slavernij verbonden, waar werd gezegd van in verband met slavernij, daar gaat het niet om een persoon, non persona sed res, maar een ding wat je kunt verhandelen. Dus die hele geschiedenis van verdingelijking zit heel diep in de geschiedenis van racialisering en van koloniale geschiedenis. Je zou kunnen zeggen dat de manier waarop er een deal is gesloten in Tunesië door de EU op instigatie van Italië en Nederland dicht aan zo'n volkomen onbelangrijk maken van de mensen om wie het gaat eigenlijk raakt. Een ander voorbeeld waar het meer om de mentaliteit gaat is dat het in migratiedebatten vaak kan gaan over hoeveel mensen hebben we nodig? Wat hebben wij nodig? Hoeveel mensen willen we hebben? Alsof dat iets is waar alleen onze stem en gedachten van belang zou kunnen zijn. Daar willen we het vanavond graag over hebben. En we willen dus ons afvragen hoe decoloniale theorieën en praktijken, dus kritieken op deze geschiedenis en dit gedachtegoed, kunnen helpen om dit te verbeteren, structureel te transformeren of in elk geval op een andere manier te verbeelden. En daarbij wordt het dan natuurlijk heel erg belangrijk. Wat willen de mensen die komen? En wat is voor hun belangrijk? En wat zijn de normen die we daarmee kunnen verbinden? In deze tweede editie zoomen daarom Tesseltje de Lange, Kisa Magandan en Tamara van den Berg een beetje uit van het huidige debat. En ze willen proberen om na te denken met elkaar over hoe we dat kunnen herverbeelden en herdenken. Welke maatschappelijke, politieke en discursieve veranderingen zijn er nodig om een decoloniaal idee van vluchtelingschap te kunnen creëren en van migratie? We willen een soort breed palet maken over wat er nodig zou kunnen zijn. En daarbij zijn zowel praktische haalbaarheid belangrijk als wel van ja, voldoet dit eigenlijk aan een idee van wat decolonialiteit in die praktijk van migratie dan eigenlijk zou kunnen betekenen. Dit is dus de tweede sessie. Er is nog een derde sessie, die is weer in het Engels en die wordt weer wat technischer op een bepaalde manier. Daar gaan we het hebben over welke infrastructuren zijn er eigenlijk zowel op
juridisch als op technologisch gebied, die heel erg vormen hoe migratie kan plaatsvinden in onze tijd. En een van de sprekers voor die sessie, die zit daarachter, dat is Leila Vakfoui Azar en ook Huub Dijsselbloem, een collega van mij bij Filosofie, die heel veel weet over technologie van migratie, die zal daar ook komen spreken. De sprekers nog heel kort. De eerste spreker is Tesseltje de Lange. Zij is hoogleraar migratierecht in Nijmegen, gespecialiseerd in arbeidsmigratie. En zij heeft kort tijd geleden, dat kunt u nog heel makkelijk opzoeken, een prachtig stuk in de Groene Amsterdammer geschreven, wat vol stond met de ideeën over wat we zouden kunnen doen. Dus, je was geïnterviewd. Ja, nou ja, in ieder geval, dat is zeer het lezen waard, maar bedankt. De tweede spreker is Kiza Magandaan. Hij is schrijver, politicoloog en oprichter van Progressief Café. Dat is een landelijke denktank voor progressief beleid. Hij is auteur van het boek Met Nederland in Therapie, verslag van een reis van vluchteling tot burger. En net toen we voorbespraken ging het bijvoorbeeld over de vraag van ja, wie bepaalt eigenlijk wanneer je vluchteling af bent en wanneer je burger geworden bent? En wat is de zeggenschap van de persoon zelf daarin en wat van de omgeving en de maatschappij? En de derde spreker is Tamara van den Berg. En zij promoveert in Leuven op een proefschrift over het verband tussen grens- en integratiebeleid. Hey, goedenavond. Middag, avond. Dank voor de introductie, dank voor de uitnodiging. En ik ga jullie meenemen langs een wat praktischere benadering, was al gezegd. In mijn onderzoek richt ik me inderdaad op recht en veranderingen. En veranderingen in het recht komen vaak tot stand uit een soort soep van allerlei gebeurtenissen. En dan is er net genoeg, de soep is heet genoeg of niet te heet, het is maar net hoe je het bekijkt, om op te dienen. En dan verandert er iets. En een van de dingen waar ik me in mijn onderzoek mee bezighoud is de rechtspositie, de kansengelijkheid voor vluchtelingen. Ik zal daarop focussen, maar zoals Jolanda al aangaf, mijn specialiteit is arbeidsmigratie. Dus ik zal ook daar wel af en toe naar verwijzen. Ik heb nog even wat je net zei, Jolanda. Over de politiek van nu en het grip op migratie. En alle, of tenminste veel van de verkiezingsprogramma's hebben het over streefcijfers, richtgetallen, 15.000 asielzoekers, studenten, arbeidsmigranten, noem het dwarsstraat. Leo Lucassen schreef vorige week een heel mooi stukje waarin hij gewoon zei, dit is verkiezersbedrog en dat is het ook. Waar we het dus nu ook over hebben, beperken van de komst van asielzoekers, van internationale studenten, van Unieburgers. Het mag allemaal niet. Europees recht zegt gewoon nee. Je kan wel andere. Alleen arbeidsmigranten van buiten Europa. Daar mogen ze quota stellen. Dus als je zegt ik wil geen Amerikaanse kennismigranten meer, check, dat kan. Dat is nou net de groep waar niemand eigenlijk naar kijkt om te denken dat we daar minder van zouden willen. Alhoewel het afschaffen van de 30% regeling, dat is fiscaal recht, gaat in die richting. Nou, even een zijstapje, maar dat grip krijgen op de aantallen, dat is niet de oplossing. Dus we moeten naar iets anders om het vertoog over vluchtelingenschap en de positie van nieuwkomers in onze samenleving te duiden. Nou, ik ga dat doen aan de hand van drie voorbeelden. Dat zijn eigenlijk drie onderzoeksterreinen die ik heb. Het eerste gaat over Ben & Jerry's, het ijs. Het tweede gaat over UAF, een stichting die vluchtelingen begeleidt in hun onderwijsambities. En het derde is een Europese hobby. Talent Partnerships, de Europese Commissie is daar hoopvol over. En Jolande noemde al even de toch wel enigszins mislukte Tunesië-deal.
Want ik geloof dat ze in Tunesië het geld terug hebben gestuurd. Dus zo, nou ja, moeten we maar kijken wat dat oplevert. Maar daarin zit ook een talent partnership. Dus wat is dat nou eigenlijk? Eerst het ijs. Nou, misschien moeten we gewoon beginnen met het filmpje. Dan kan ik het daarna uitleggen. Asielzoekers die maar 24 weken mogen werken, om daarna een half jaar te moeten wachten, dat werkt natuurlijk niet. Om te protesteren tegen dit halfbakken beleid hebben wij een boodschap voor de overheid. Halve bakken ijs tegen halfbakken beleid. Help asielzoekers aan de bak. Teken de petitie. Nou, de petitie is helaas afgelopen. Dat was begin dit jaar. Jullie zien hier het resultaat van een samenwerking die ik vanuit Radboud Universiteit met Ben & Jerry's en Vluchtelingenwerk heb. En waarin we wat mij betreft falen van de Nederlandse overheid aankaarten. Heel simpel, in Europees recht staat, na 9 maanden moeten alle asielzoekers in Europa daadwerkelijk toegang hebben tot arbeid. In Nederland hebben ze dat al na 6 maanden, maar eigenlijk maar voor een half jaar. En dan moeten ze weer een half jaar thuis zitten en dan mogen ze weer een half jaar werken. Als je bedenkt dat een asielprocedure soms 3, 4, 5 jaar duurt, dan betekent dat dat iemand dus aan en uit staat. En iemand aan en uitzetten op die manier met het recht is nou typisch een voorbeeld van zo'n koloniale manier van handelen, van denken over de capaciteit die iemand heeft om te werken, om te doen wat hem eer geeft en voldoening, om hem dat te ontnemen. We hebben deze campagne. Die loopt eigenlijk nog maar via de rechtszaal. Dus nu loopt er een rechtszaak en over 5 weken hopen we een uitspraak te hebben. En dat kan betekenen dat er vragen worden gesteld aan het Europees Hof. En al die tijd weten we niet zeker of asielzoekers in Nederland mogen werken. Nou, waar is dit een voorbeeld van? Aan één kant is het migratierecht in werking, omdat we zien dat het vluchtelingenrecht of het asielrecht zegt wie mag werken en wie niet. En een asielzoeker mag dat dus pas na een bepaalde periode. Daarmee heb je het recht dat maakt dat iemand wel of geen kansen kan benutten. En ook het recht dat maakt dat de werkgever die denkt, nou man, als jij wil werken, prima, kom lekker aan de slag. Die werkgever is een crimineel. Die beboeten we. 6.000 of 8.000 euro per asielzoeker die je aan het werk hebt, die niet mag werken. Dus je criminaliseert iemand die eigenlijk een ander juist dat wil geven wat hem een mens maakt. Zijn eigen kracht. Je kan ook zeggen dat dit een vorm van juridisch geweld is. Zowel vanuit het migratierecht als vanuit andere rechtsgebieden zie je dat dus doordat mensen bepaalde dingen wel en niet mogen. Ja, ze beperkt worden in het zijn van wie ze zijn, in hun ontwikkeling, in hun ontplooiing. En daarmee denk ik dat je precies een voorbeeld hebt van hoe het recht nog steeds doordezemd is van de idee dat wij het recht hebben om bepaalde dingen van mensen te geven en ook vooral te nemen. Het is fijn als mensen kunnen werken. Maar we kennen ook genoeg voorbeelden over arbeidsmigranten die aan het werk zijn. En dan heb ik het met name over EU-arbeidsmigranten, waar de situatie niet altijd heel erg rooskleurig is. Werk moet dan ook een plek zijn om te leren, om te ontwikkelen. Werk, de werkplek, is niet een plek om te worden uitgebuit. Dat moet de hele tijd natuurlijk wel meezingen in een pleidooi voor meer kans om te werken. Want er zijn ook altijd kapers op de kust die denken, hey, dat is makkelijk. En dat wil je juist weer niet. Want dan zitten we in een ander vertoog. Namelijk een hyper-neoliberaal benadering van werkenden. Ik ga naar mijn tweede voorbeeld. Het UAF. Statushouders in Nederland werken na 5 jaar in Nederland te zijn geweest. Nog steeds
maar voor 50% ten opzichte van wat Nederlanders doen op de arbeidsmarkt. Die cijfers zijn niet helemaal precies geformuleerd. Daar gaat het mij ook niet om. Het gaat me er nu om dat er een kans ligt om mensen aan het werk te helpen, om mensen te laten studeren die eigenlijk niet altijd gebruikt wordt. Hun leus is: talent mag niet verloren gaan. Nou, fascinerend genoeg was er in de nieuwe inburgeringswet, en we horen daar misschien straks nog meer over, geen geld voor de zogenaamde onderwijsroute. Dus er zijn allerlei routes om mensen te begeleiden naar een plek in de Nederlandse samenleving. Maar het geld was op toen men bedacht, onderwijs is misschien ook wel nuttig om te geven. Nou, gelukkig is er met veel lobbyen geld gekomen, zodat de gemeentes ook geld kunnen geven, beschikbaar hebben om statushouders een kans te geven om naar school te gaan of hun opleiding af te maken en op een niveau wat bij hen past aan het werk te gaan. In plaats van dat je denkt, we hanteren een soort work first benadering. Iedereen heeft handen, dus die kan werken en daar is een kassa of een lopende band, doe er wat mee. Dat geldt niet, hè, dat is niet de plek waar iedereen die hier als statushouder uiteindelijk is, als vluchteling, per se wil werken. Talent mag niet verloren gaan. Praktisch betekent dat bijvoorbeeld niet dat er iets in het migratierecht, mijn domein, moet gebeuren, maar bijvoorbeeld in het recht over diploma-erkenning. Ik hoorde laatst iemand die zei dat er zo bijna een jaar over gedaan heeft. En die had een Nederlands diploma en toch een jaar mee bezig geweest om alle papieren te krijgen om als verpleegkundige aan de slag te kunnen in Nederland. Omdat ze geen Nederlands paspoort heeft. Het voorbeeld wat Jolanda ook noemde. Dat paspoort niet hebben betekent dat je in allerlei rechtsgebieden opeens als ander wordt beschouwd en helemaal niet kan doen. Terwijl je gewoon een Nederlandse opleiding hebt. En we, mind you, volgens mij een tekort in de zorg hebben. Maar dat speelde kennelijk geen rol bij de mensen die gaan over diploma-waardering en inschrijving in de nodige registers om als zorgwerker te kunnen werken. Typisch een voorbeeld van. Ik heb ernaar gezocht, maar misschien heb ik eroverheen gelezen. Ik heb het niet in een van de verkiezingsprogramma's kunnen zien dat die procedure voor het erkennen van diploma's bijvoorbeeld versneld moet worden, verbeterd moet worden. Er loopt wel van alles en nog wat, dus er zijn wel degelijk ambtenaren mee bezig om dat te verbeteren. Maar ik deed mijn promotieonderzoek rondde ik in 2006 af. En toen had ik ook een heel hoofdstuk over diploma-erkenning. Toen ging het om Poolse verpleegkundigen en die hadden precies dezelfde problemen die Syriërs nu hebben. Dus het is niet nieuw. We weten dit al 10, 20, 30 jaar. En dan komen we terug dus bij literatuur uit de jaren 50, die net genoemd werd. Waar al gesignaleerd werd dat we een bepaalde blik hebben op bijvoorbeeld het registreren van diploma's uit het buitenland of het registreren van diploma's van mensen met een buitenlands paspoort. Dan gaan de luiken kennelijk dicht. Mijn derde voorbeeld. Ik moet even zeggen, ik ben verbonden aan het UAF. Daar zit ik, heb ik een bestuursfunctie. Dat heb ik niet bij deze organisatie, maar ik ga wel reclame voor ze maken. Dit is een organisatie die ik veel tegenkom op internationale conferenties. En Talent Beyond Boundaries, wat doen zij? Zij bemiddelen mensen die vanuit vluchtelingenkampen aan de andere kant van de Middellandse Zee naar banen in UK, Canada, Australië, noem maar op. En als jij dus, u bent werkgever of u heeft vrienden, familie, die werkgever en die heeft iemand nodig, die kan daar dus vragen, heb jij voor mij uit een vluchtelingenkamp ergens iemand die dit kan? En dan gaan zij zoeken. En Engeland geeft binnen 5 dagen een visum en werkvergunning als je via hun een werknemer werft. Nou, dat is het alternatieve vertoog dat we willen. Iedereen zegt, ja, maar waarom kunnen mensen niet in een vliegtuig stappen? Waarom moeten mensen in die bootjes stappen? Omdat we dit niet doen. En zij hebben dus dat model ontwikkeld. Ik heb nog niet gehoord van iemand die hier in Nederland een pleidooi voor houdt. Het zou een hele mooie zijn als talent partnership, hè, wat ik noemde, onder die Tunesië-deal. Want die Tunesië-deal, wat er ook van zei, hè, juridisch is het een. Nou, daar hebben we het even niet over, maar dat is het vrij brak.
Politiek is het natuurlijk brak en qua mensenrechten is het natuurlijk ook zorgwekkend om zaken te doen met landen die dat allemaal niet zo nauw nemen. En dan bedoel ik Tunesië en niet Italië en Nederland. Binnenkort gaat er een Nederlandse handelsmissie naar Tunesië. Er stond op LinkedIn een oproep. Bedrijven konden zich aanmelden om mee te gaan. Het is specifiek voor ondernemingen in watermanagement, want het is nogal droog in Tunesië. Dat hebben we de afgelopen tijd op beelden ook kunnen zien. Die handelsmissie, daar heb ik niemand over gehoord dat dat een probleem is. Ik heb even overwogen om me op te geven, maar ik weet niet of ze mij precies voor ogen hadden toen ze een oproep deden voor mensen om mee te gaan. Maar het zou zo mooi zijn als de bedrijven die met die handelsmissie naar Tunesië gaan en eventueel geld krijgen van Nederland ook om te investeren, dat we in die investeringsvoorwaarden zeggen, wacht even, dit is allemaal heel fijn, maar wie gaan dat werk doen daar in Tunesië? Niet Bangladeshi, hopelijk die op goedkope contracten naar Tunesië worden gehaald. Werk met Tunesiërs. Werk met de vluchtelingen die in Tunesië zijn. Zet in die investeringsvoorwaarden 10% van het personeel zou uit die doelgroepen moeten bestaan. En bouw campussen daar. Laat die bedrijven daar campussen. We hebben skills nodig in de techniek en in watermanagement en noem maar op. Zet daar een school neer in plaats van een hek. En dan is die handelsmissie misschien eigenlijk best wel een interessante. Hoewel ook daar natuurlijk weer de vraag opkomt van hoe zit dat dan met die mensenrechten? Maar goed, als het over business gaat, dan hoor je daar minder over dan als het over die migratiedeal gaat. Hoewel die migratiedeal, dat was voor miljoenen handel. En eigenlijk verhoudingsgewijs een klein stukje ging over migratie. Kortom, wat ik maar probeer te zeggen. Er zijn verschillende manieren om te kijken naar wat er gebeurt en de kansen die er zijn om vluchtelingen niet te zien als een probleem of als kwetsbaar, maar om hun kansen te zien. En om daar samen over na te denken wat die kansen zijn. Ook weer een terechte opmerking van Jolanda. Het gaat er vervolgens niet om of wij 5000 vluchtelingen nodig hebben voor onze technieksector. Het gaat er ook om wat zij willen en kunnen en hoe we samen een transitie waar de wereld volgens mij naartoe moet, hoe we dat samen kunnen doen en niet een wij-zij. En daar laat ik het bij. Dit is mijn e-mailadres voor als u verder wilt sparren over kansen op dit dossier. Dank jullie wel. Wat een inspirerende pleidooi. Dank je wel. Ik heb zin in een panelgesprek zo. Het werd al gezegd. Ik sta hier natuurlijk als schrijver aan de ene kant. Draag ik een bepaalde geschiedenis. Mijn eerste boek met Nederland is Therapie is toevallig gisteren als audioboek verschenen. En in de voorbereiding van deze bijeenkomst kon ik niet om dat feit heen. En dat maakt het altijd interessant. Want wanneer houdt het op inderdaad met vluchteling zijn? En wanneer word je een volwaardige burger? Dat is op zichzelf een andere discussie. Maar ik heb voor vanavond zeven statements, zoals agendapunten, voor de vraag die voor ons ligt. Een decoloniale vluchtelingenbeleid. Het is belangrijk om te beginnen dat toen ik daar aan het over nadenken was, ik mij afvroeg in hoeverre dat überhaupt kan. Want decolonialiteit veronderstelt natuurlijk dat wij het dominante denken, wat in dit geval eurocentrisch is, ontmantelen. En dat we de zogenaamde structuren ontmantelen. Dus ons denken, beelden, discours en de praktijk. Hè. Vandaag hebben we het over de praktijk van vluchteling zijn. En in mijn inzien is vluchtelingenbeleid een product van dat systeem, noem het een koloniale systeem. En het is dus bijna onmogelijk om naar het zogenaamde decoloniale systeem zonder het beestje bij de naam te noemen. En voor mij is dat de nazistaat. Dat is een woord dat
vanavond nog niet veel, maar ik vermoed bij de volgende spreker wel. Want dat is toch wel een heilig huisje dat we hebben verklaard. Eigenlijk geboorteloterij, het enkel feit dat jij in een bepaald land geboren wordt, bepaalt hoeveel kansen je krijgt. En dat is iets wat veel groter gaat dan Europa. Dus in de naam van de natiestaat, en met name omdat we sociale rechten verbinden aan een natie. Dus dat is wat het spannend maakt. Daarom was het pleidooi van de vorige spreker best wel interessant. Omdat wij dus de verzorgingsstaat en de natiestaat samen bundelen, hebben wij een soort vrije brief om de buitenstander, dus de ander, dus MSSR werd gequoteerd, dus de ander die als ding wordt gezien, of Achille Mbembe spreekt over de vijand, dus de politiek van vijandigheid. We hebben alle vrije brief om de ander tegen te houden. Ook als dat betekent dat die ander niet als mens wordt gezien. Als die, ook als het betekent dat die ander vermenselijkt wordt. Want ja, hij of zij of hen is niet onderdeel van deze politieke gemeenschap. Dus ik denk dat uiteindelijk is dat de basis. Dus het problematiseren van het denken over het idee dat de natiestaat de basis vormt voor onze gemeenschap. En ik denk dus ook dat we voor beide stellingen moeten gaan. Het werd vanavond benadrukt. Ben je voor of tegen migratie? Dat is zo'n beetje het discours in Nederland als het over migratie gaat. En ik vind het altijd verbazingwekkend. Ten eerste, je hebt daar geen enkele controle op. En ten tweede, het gaat veel groter dan Nederland. Dus wat voor zin heeft het dat iemand in dit land een stelling zou nemen: ik ben voor of tegen migratie? Wat veronderstelt dat precies? Dus ik denk dat, ja, dat we de verleiding moeten weerstaan om voorbij dat soort simpele stellingen te gaan. En dus op zoek te gaan naar de kern van het probleem. En dat is wat mij betreft dus het internationale statensysteem. Dat naar mijn inziens dus koloniaal is. Want toen mijn voorouders dus als mensen werden gezien. En de zogenaamde natiestaat opgelegd werd op mijn continent Afrika, dat verdeeld werd. Ja, daar hebben mijn voorouders geen enkele zeggenschap op. En het bevragen van dat denken helpt ons ook om voorbij Europa te denken. Want hoe wij met migranten, vluchtelingen omgaan, is niet per se anders dan Australië, Zuid-Afrika. Want het gaat verder dan kleur. Als schrijver was ik in Zuid-Afrika om mensen te spreken die uit hetzelfde regio als ik komen in Oost-Congo en hun verhaal luisteren. Ja, en het werd confronterend, omdat zij bevonden zich dus aan de andere kant. Dus in de positie van niet-burger, terwijl ik met mijn papieren alle privilege had. De manier waarop de vluchteling of migrant gedehumaniseerd wordt op het Europese continent is vergelijkbaar met in Zuid-Afrika, maar ook in Haiti heb je het, en Chile heb je hetzelfde probleem. Dus het is belangrijk om het hele idee van een paspoort en geboorteloterij kritisch te bevragen als voorwaarde om echt toe te werken naar wat we als decoloniale migratiebeleid zouden kunnen noemen. Goed, kijk even naar mijn tijd. Ik had 7 punten. Ik vermoed dat we in een panel nog daar uitgebreid op ingaan. Ik heb nadrukkelijk gesproken over vluchtelingen en migranten, omdat wat mij betreft een basis voor decolonialiteit is weggaan van het idee dat je een hiërarchie kan maken tussen type migranten. Dat is een discours dat ons belemmert en in die zin heel veel kansen verloren gaat. Ik word pissig van om jonge mensen te zien aan de grenzen van Europa, maar ook hier in Nederland, omdat ze niet statushouder zouden hebben, gaan zij daar creperen, terwijl wij ze misschien kunnen inzetten. Dus ik denk dat we echt moeten beginnen met het kritisch bevragen van wie heeft bepaald wie een echte vluchteling is, wie is een echte migrant. Volgens mij, of je nou voor de kogel wegrent of omdat je brood nodig hebt, er is iets wat mensen dwingt om weg te gaan, maar dat doe je niet voor de lol. Ik denk ook dat de media, dat was heel mooi, de presentatie van Tesseltje over discoursverandering. Dominante discours in Nederland is dat de vluchtelingen bedreiging is of zielig. En ik denk dat het de taak is van
deze gemeenschap om na te denken hoe kunnen wij dat discours beïnvloeden. Dus de mooie presentatie van mijn tevoren gesprekken, dat soort inzichten delen is denk ik een van de manieren om daar naartoe te komen. Ik zit ook te kijken, ook met het oog op de tijd. Ik denk dat we de gemeenschap kunnen herdefiniëren. Want ik heb net een vurige betoog gehouden tegen de nazistaat. Maar ja, wat is het alternatief? Ik heb ook niet het antwoord, maar ik weet dat het niet werkt. Ook omdat we in een transnationale wereld leven, waar je dus wel in Nederland verbonden kunt leven, maar consequenties ervaren voor ontwikkelingen daarbuiten, waar je makkelijke gemeenschappen kunt sluiten voorbij je eigen regio. En daarmee zeg ik niet dat we lokale gemeenschappen moeten onderschatten, maar ik denk dat het een interessante opdracht voor ons is, hoe kunnen wij het idee van een gemeenschap op een andere manier invullen? Dat is niet een abstracte discussie, dat is iets wat best wel noodzakelijk is. En misschien als laatste, ik ga op die andere punten straks in het panel. Ik denk dat het goed is om sociale rechten los te koppelen van mobiliteit. En dat vraagt enerzijds zelfredzaamheid, het idee van zelfredzaamheid van de migrant of diegene die vertrekt. En tegelijkertijd daar koppelen dat mensen makkelijk weer terug kunnen gaan. Dat lijkt mij een voorwaarde. Dat je dus hier naartoe kan, maar het betekent niet dat je per se allerlei rechten hebt. Maar tegelijkertijd dat het aantrekkelijker wordt gemaakt om terug te gaan. Ik houd het hierbij en ik kijk uit naar het gesprek. Dank jullie wel. Ja. Oké. Ik wil ook heel graag Jolande en Jetske en de mensen van SPIJ 25 nog bedanken voor het organiseren van deze discussiemiddag. Ik vind het heel fijn en leerzaam om hieraan deel te mogen nemen. En ook bedankt aan Kisa om al een beetje in te leiden waar ik het inderdaad over wil hebben. Want de nazistaat is inderdaad hetgeen dat ik eigenlijk ter discussie wil stellen van vandaag. Want de titel zei het al een beetje, alternatieven voor de verbeelding. Dus ik wil eigenlijk een alternatief voorleggen, een manier van nadenken voor het herverbeelden of herdenken van het huidige vluchtelingen- en migratiebeleid. En ik wil dit doen door te refereren aan twee posities uit het filosofisch debat rondom nationalisme en grenzen. Want stel eens voor wat de wereld zou zijn, hoe die eruit zou zien, hoe migratie eruit zou zien als we de wereld anders in zouden delen. Hoe zou een wereld zonder grenzen eruit zien? En hoe zou een wereld eruit zien als we geen onderscheid zouden maken tussen de categorieën van burgers, migrant en vluchtelingen? En ik denk dat om dit te kunnen voorstellen, dat het goed is om te beseffen dat zowel de manier waarop onze grenzen vormgegeven zijn en de manier waarop zij werken en uiting krijgen, dat relatief nieuw is en ook hevig veranderd de afgelopen decennia. Dus waar je vroeger zag dat bijvoorbeeld deportatie er vooral was om nationale criminelen het land uit te zetten, is het tegenwoordig meer een deportatie van gecriminaliseerde mensen die van buitenaf zijn gekomen. En waar koloniaal grensbeleid vroeger er vooral op gericht was om arbeiders juist een territorium in te krijgen en te voorkomen dat ze weg zouden vertrekken, gaat het huidige nationale grensbeleid er vaak juist om mensen buiten te houden, te criminaliseren als ze ongewenst binnenkomen. Dus dat zijn best wel grote veranderingen. Maar als we kijken naar overeenkomsten tussen dit soort beleid, zien we dat het ook altijd gaat om het opleggen van beperkingen op economisch arme of achtergestelde en mensen die daarom als ongewenst gezien worden. Daarbij komt ook, wat Kisa ook al even aanstipte, dat wie er als burger wordt gezien of permanent als migrant is ook raciaal bepaald, is ook economisch bepaald. Welke families, bijvoorbeeld als we het in Nederland hebben tegenwoordig over mensen met een migratieachtergrond, wie er wel zo wordt gezien is waarschijnlijk niet de Belgische buurman, maar wel een persoon die al meerdere generaties in Nederland woont, maar niet wit is. En zo gaat het ook bij het maken tussen onderscheid tussen wie als economische migrant gezien wordt of als vluchteling. Degene die wordt gezien als vrijwillig vertrokken en daarom niet recht hebbende op onze bescherming, is vaak heel erg sterk geracialiseerd.
Dus hoe zouden we dan een alternatief voor deze wereld kunnen voorstellen? Ik wil twee alternatieven heel kort benoemen. We hebben natuurlijk maar een paar minuten, maar toch om misschien een beetje de verbeelding op gang te krijgen. Ik wil het hebben over een wereld van open grenzen of meer open grenzen en een wereld zonder grenzen. Dus ten eerste een wereld met meer open grenzen. Theoretici die een wereld van meer open grenzen verdedigen, doen dit vaak door bijvoorbeeld te benadrukken, wat Kiza ook al noemde, dat de plek waar je geboren wordt grotendeels bepaalt wat voor sociale, economische en andere kansen je in je leven zal hebben. Dus waar liberale staten zichzelf prijzen voor de manier waarop ze binnen een staat gelijke kansen creëren, daar kan je natuurlijk zo en zo je vraagtekens bij stellen, is het in ieder geval duidelijk dat die gelijkheid van kansen niet over landsgrenzen heen ook gewaarborgd wordt. En door het instellen van immigratiebeperkingen en grenscontroles wordt de mogelijkheid die iemand heeft om talenten en interesses ergens anders te verwezenlijken waar misschien meer mogelijkheden zijn, wordt dat beperkt. Dus afhankelijk van de geboorteplek heb je waar je geboren bent misschien andere kansen, maar het bepaalt ook de mogelijkheden die je hebt om te kiezen om ergens anders je kansen wel te verwezenlijken. Het was voor mij heel makkelijk om naar Leuven te gaan, om daar een PhD te gaan doen. Die kans heeft niet iedereen. Dus het feit dat deze geboorteloterij zo'n grote impact heeft op gelijkwaardigheid en het verwezenlijken van kansen gaat heel erg sterk in tegen deze liberale, egalitaire principes. Daar komt dan ook nog eens bij dat immigratiebeperkingen niet gerechtvaardigd kunnen worden, omdat ze bijdragen aan de racialisering van migranten en de enorme hoeveelheid sterfgevallen aan de grenzen van Europa en de geëxternaliseerde grenzen van Europa. En het verdedigen van die grenzen en de hardvochtige wijze waarop dat ook gebeurt, wordt gemotiveerd door onder andere ook racisme. En dat betekent dus ook dat het racisme dat voorkomt bij die migratiecontrole en die grensbewaking, maar ook in asielprocedures of ander migratiebeleid, dat dat niet incidentele gevallen zijn, maar een integraal onderdeel van natievorming, maar ook uitbuitende economische structuren die verschillen tussen mensen creëren. Wie wordt er gezien als vluchteling? Wie wordt er gezien als arbeidsmigrant? Aan wie denken we iets te hebben? Wie laten we binnen en wie niet? Dat hangt met elkaar samen. Dus in plaats van het in stand houden van een wereld met grenzen en immigratiecontrole die voor een groot deel voortvloeien ook uit gewoon directe koloniale geschiedenis, pleiten theoretici die het hebben over open grenzen dan dus ook voor een wereld waarin mensen zich vrij over die staatsgrenzen heen kunnen bewegen en zich in het buitenland kunnen vestigen, ongeacht hun staatsburgerschap. Dus het idee is dat mensen zich dan op korte termijn na aankomst echt onderdeel kunnen maken van die samenleving, aansluiting kunnen vinden bij die gemeenschap als leden met gelijke status. Dus volledig lidmaatschap in de vorm van burgerschap, een paspoort, wordt dan na een kort proces automatisch toegekend, zou het idee zijn. Nou ja, zo'n voorstel hervormt de wereld zoals we die kennen echt al aanzienlijk. En het ondermijnt ook heel erg de permanente en genaturaliseerde status die grenzen in de wereld, maar ook in onze verbeelding van de wereld hebben. Maar wat het ook doet, is dat het eigenlijk nog steeds het ingesloten worden in burgerschap als uiteindelijk doel vasthoudt. Dus het houdt nog steeds vast op een bepaalde manier aan het onderscheid tussen burgers, de mensen die misschien ergens geboren zijn of mensen die later burger geworden zijn. En ja, daar is misschien ook nog iets tegen te zeggen. Dus een alternatieve tweede manier om na te denken over een mogelijke andere wereld is nadenken over hoe een wereld zonder grenzen eruit zou zien. Een wereld zonder grenzen zou eigenlijk betekenen dat iedere persoon de vrijheid heeft om zich te verplaatsen en om te migreren, maar ook de vrijheid wederom om te blijven en niet tegen je zin in verplaatst te worden. En hoewel dat lijkt op wat we misschien bij het eerste voorbeeld zagen, is dat er een belangrijke verschil is in de formulering, namelijk dat het niet gaat over verplaatsen over staatsgrenzen en in het buitenland vestigen, maar nadenkt over een wereld zonder grenzen, dus niet verplaatsing over staatsgrenzen heen, maar verplaatsing simpliciter. Dus daar zullen natuurlijk nog steeds gemeenschappen bestaan, maar niet die staatsgrenzen. En voor theoretici die hierover nadenken, hangt dat ook heel erg samen met de manier waarop het mondiale systeem van nationale staten samenhangt met het mondiale systeem van het kapitalisme, dat een onderscheid maakt tussen verschillende
categorieën mensen op basis van hiërarchieën. Dus ja, mensen die de wereld op zo'n manier anders proberen voor te stellen, zullen ook zeggen dat het simpelweg insluiten van mensen in een nationale status niet genoeg is om vrijheid te creëren voor iedereen. Omdat nationale structuren en kapitalistische structuren altijd inherent nog ongelijkheid en onvrijheid in stand zullen houden. Er zal verschil gemaakt worden tussen de nationale arbeider, de migrantarbeider, de arbeider ergens verderop. Op een manier om te zorgen dat er privileges misschien toegekend kunnen worden aan ene groepen, maar niet aan de andere. En theoretici die pleiten voor het herbeelden van een wereld zonder grenzen zullen dan ook altijd benadrukken dat, hoewel het misschien lijkt dat er privileges aan verleend worden, dat het nooit echt voor een fijne, stabiele, veilige vredespositie zal zorgen, omdat er altijd nog conflict zal zijn tussen de mensen van een ene ingroep en een uitgroep, zolang er nog onderscheden gemaakt worden op die manier. Een dergelijk systeem onderwerpt namelijk ook niet alleen nieuwkomers aan de kapitalistische logica die hun waarde koppelt aan arbeid en nuttigheid, maar doet dat ook voor de mensen binnen de samenleving. Toegang tot liberale rechten en de bescherming van deze rechten is veelal gekoppeld. En dat zien we ook, hè, als we in Nederland kijken, aan iemands sociaal-economische status. Dus waar jij recht op hebt, hangt heel erg af van jouw inbreng, van jouw arbeid, van hoe nuttig jij wordt gezien. Maar ook internationaal blijft die ongelijkheid in stand. Dus het idee is dan dat als de onderliggende structuren van uitbuiting en ook onteigening van bijvoorbeeld land niet worden aangepakt, dat de reden voor gedwongen migratie niet verdwijnen. Dus simpelweg zeggen, mensen kunnen migreren en kunnen burger worden, zullen er niet voor zorgen dat mensen niet gedwongen worden om de plek waar ze wonen te verlaten, omdat de uitbuiting van arbeid en de onteigening van land en andere middelen nog doorgaan. Een wereld zonder grenzen zou dan dus ook geen wereld meer zijn van zelfbeschikkingsrecht op staatsniveau, waar elke nationale staat het recht heeft om eigenschap te claimen over een territorium en mensen die er wonen. Maar ze proberen de wereld heel erg te verbeelden als een wereld waarin mensen samenleven op basis van de commons. Dus het recht om te verhuizen en om te blijven zijn dan niet langer liberale rechten die gewaarborgd worden door de staat, maar juist op basis van gemeenschappelijke, sociale, economische, politieke rechten die mensen onderling met elkaar bespreken, bepleiten, waarborgen en verdedigen. Dus het idee is niet om een wereld te creëren waarin burgers en migranten gelijk toegang zouden krijgen tot een beetje uitgeklede sociale voorzieningen die de staat verschaft, maar dat je samen zorgt voor een gemeenschap waarin je deelt en zorgt dat iedereen genoeg heeft. Hoe dat eruit ziet, het is verbeeldingskracht, dus het is ingewikkeld. Het zal niet zijn dat iedereen als een biljardair leeft of ongeremd kan consumenteren, maar wel dat als er gedeeld wordt, dat er genoeg zou zijn voor iedereen en dat het in ieder geval nagestreefd kan worden. En misschien als laatste praktische noot, het idee van de wereld verbeelden als een wereld zonder grenzen. Ten eerste gaat er niet om dat dat van de een op de andere dag mogelijk zou zijn. Als nu alle grenzen opgeheven zouden worden, zou dat tot totale chaos en juist ook heel veel negatieve consequenties kunnen leiden. Maar het kan wel als eindpunt functioneren. En ten tweede dat zelfs voor mensen die de wereld op zo'n manier verbeelden, dat niet betekent dat er op korte termijn ook niet alsnog hele pragmatische politieke strategieën kunnen zijn. Want het heeft wel degelijk zin om te zeggen, mensen zitten in een hele slechte arbeidspositie, we kunnen ze helpen door dit te veranderen. Of het heeft wel degelijk zin om mensen te helpen om een paspoort te krijgen als ze staatloos zijn, want het verbetert hun leven direct. Dus het idee is niet geen grenzen, dus we doen ook niks meer op de korte termijn. Maar wel altijd dat eindpunt in gedachten houden en niet alleen maar ad hoc blijven opleggen. Dus ja, dit was een kleine suggestie van hoe we zouden kunnen herverbeelden over hoe zoiets eruit zou zien. Namelijk zorgen voor een wereld waarin die categorie er niet meer op die manier toe doet. Dank jullie wel. Nou, hartelijk bedankt voor jullie ontzettend inspirerende verhalen. En ook heel mooi hoe ze bij elkaar passen qua, eigenlijk juist hoe ze niet bij elkaar passen.
In de zin dat ze volkomen verschillende niveaus van mogelijkheden bespreken. Maar je hoort ze zelden zo dicht bij elkaar. Dat is ontzettend. Ik vond het enorm inspirerend. Bedankt. Het idee is nu dat we eerst één ronde doen waarin de drie sprekers op elkaars verhaal kunnen reageren. Dat doen we kort. En dan hebben we daarna. Even kijken, het is nu. Sorry? 18:22. Dan hebben we hebben dus tot 7 uur. Dus dan doen we, ik denk ongeveer een kwartiertje dat jullie op elkaar kunnen reageren. En dan daarna doen we Q&A. Dus dan kan iedereen vragen stellen, opmerkingen maken en dergelijke. Dus, maar laten we beginnen. Wil jij beginnen met reageren op de verhalen van Kisa en Tamara? Of, ja. Graag. Mooie verhalen, dank jullie wel. Ik denk dat mijn reactie uit een vraag gaat bestaan. En ik denk dat jullie er allebei wel wat mee kunnen. Want die wereld zonder grenzen, die is er eigenlijk al. Maar dan in een setting waar je hem niet zou verwachten, namelijk binnen de multinational. Want binnen de multinational kunnen in ieder geval een select gezelschap, namelijk de hogere echelons, vrij reizen. Eigenlijk is er geen land dat niet toestaat dat multinationals hun mensen ergens plaatsen. Maar die mensen die dalen niet af in de nationale sociale zekerheid. Die blijven binnen de corporate wereld verzekerd. En dus die hebben die nationale, wat jij aan het eind zei, hè, wat altijd een beetje een spannende opmerking is van dat we status en sociale zekerheid uit elkaar zouden trekken. Dat kun je natuurlijk prima doen, maar dan moet je een mondiale verzekering hebben waar iedereen gelijkelijk in kan meedelen. Dat zou kunnen. Maar iets anders is dus dat binnen zo'n multinational eigenlijk al gebeurt. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie daarop reflecteren. Of dat een voorbeeld is. En er is vast van alles aan af te dingen als voorbeeld hiervan. Misschien dat we daar gewoon mee beginnen, als dat mag. Ja, natuurlijk. Nou ja, ten eerste, wat fijn dat we van multinationals kunnen leren om zo'n utopische werkelijkheid naartoe te streven. Dat meen ik. Ik denk dat, dat er voldoende instrumenten zijn. En ik vind het altijd jammer dat in dit soort discussies dat het blijft in bepaalde kringen. Het is ook ergens de frustratie die ik met veel vrienden heb. Hè? Dus de dubbele standaard dat grondstoffen, dus goederen, kapitaal, makkelijk kan bewegen. We willen wel grondstof uit Congo. Multinationals kunnen geld verdienen over de hele wereld. Maar als het op mensen aankomt, is dat ineens een probleem. Dus ergens zou je dus die logica door kunnen trekken. En zeggen van, ja, waarom zou je dus daarin een onderscheid maken? Want het heeft wel iets hypocriets, sowieso. Dus ik vind dat interessant. Maar tegelijkertijd zou ik het interessant vinden als er experimenten zijn. Zoals Tamara zei, van, het is niet iets wat we nu kunnen realiseren. Het is ook een beetje raar als je dat zou denken. Maar ik zou het interessant vinden als er denkers in Nederland zijn of pragmatici die een soort model ontwerpen van wat zouden wij als Nederland kunnen doen in de komende 20 jaar om te experimenteren met een andere vorm van mobiliteit waar je dus ook pragmatisch omgaat met de realiteit, rekening houdt met de catastrofe van het huidige systeem. Even een kleine reflectie daarop. Want wat je voorstelt is dingen uitproberen. En een van de grote
valkuilen is vaak bij het denken over migratie. En dat je zegt, nou oké, we proberen het met 500 mensen. En dan kunnen er, hè, zoals die talent Beyond Borders, dan zou je zeggen, nou, dan mogen er twee. Het is altijd vrij kleinschalig. Pilots, proeftuinen, projecten. En wat je met name ook bij de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen, mijn tweede voorbeeld, ziet, is dat het geld altijd op is tegen de tijd dat er een beetje schwung in komt. Want dan komt er weer een nieuwe pilot. Dus ik zou eigenlijk zeggen, ja, een experiment. Maar dan zouden we dus een experiment moeten opzetten. En dan ga ik naar Tamara. Tenminste, ik ben heel benieuwd wat 50 jaar duurt of 100 jaar. Maar kunnen we dat als we zo door de politiek van de dag worden geregeerd? Misschien voordat we dan naar Tamara gaan. Ja, wat mij betreft. Ja, ik bedoel, er zijn genoeg van dat soort projecten. Maar groot graag. En ik wil een premier of een Europese commissie die echt met een ambitieuze plan komt. Dus niet 4 en. Dus we moeten sowieso voor beide overheid denken. Dus daarom is het leuk, zo'n ludieke actie van Ben en Jerry. Maar Tamara had het over commons. Dus ik denk dat we voldoende instrumenten hebben om gewoon het hele denken uit te dagen. Dus ik zou daarin wat ambitieuze leiderschap willen. Dan overigens heel interessant wat je zei over zo'n Tunesië-project. Waarom ga je daar niet met mensen werken? Daarom was mijn woede duidelijk te voelen. Want er zijn zoveel jonge mensen in de zogenaamde regio die iets kunnen doen. En we hebben daar niet de ruimte voor. Want en Tamara had terecht over het kapitalistische systeem. En ergens kunnen wij dus niet hierover hebben zonder na te denken over ontwikkelingssamenwerking. Hoe worden middelen verdeeld? Wie vangt de grote klappen straks van die hele klimaatcatastrofe? Dus dat is ook een onderdeel van dit hele gesprek. Dat je dus ja, mondiaal durft te denken. En dat je dus ook gewoon out of the box denkt van, wat zouden wij als Nederland kunnen doen als een rijk land met alle middelen om talenten te benutten vanuit eigen belang en ergens ook als morele verantwoordelijkheid. Dus wat mij betreft, dat experiment mag groot zijn. Daarom had ik het ook over denkers, kunstenaars. Het zou mooi zijn als iemand een soort plan, een soort van gids kan voorleggen. Want zoiets als basisinkomen was voor heel veel mensen ook heel abstract. Maar het wordt steeds populair. En ik denk dat het ook geldt voor het utopische idee van Tamara. Ja, ik vind het heel moeilijk eigenlijk om in te beelden hoe je zoiets als experiment op zou zetten als de hele omgeving dat verder niet doet. Dus stel dat je zegt, hè, wij als kleine omgeving gaan nu helemaal inzetten op commons en open grenzen, maar om ons heen hebben we wel nazistaten die nationaal beleid hanteren. Ik weet niet waar dat toe zou leiden. Ik denk dat je grootschalig in kan zetten op veel meer commons. Dat is super haalbaar. Maar ik denk dat om te zeggen, we gaan met een bepaalde hoeveelheid mensen die we binnenlaten of zo, de eerste 500, dat werkt niet om na te denken hoe zoiets eruit zou zien. En het hele idee van het bedenken van een wereld zonder grenzen hangt inderdaad zo nauw samen met een tegelijkertijd instellen van een anticapitalistische wereld, dat zolang de wereld dat niet is, het ook heel moeilijk is om dat daadwerkelijk te verwezenlijken. Dus je kan natuurlijk op kleine schaal commons doen. Dat gebeurt veel, dat gebeurt ook steeds meer. En je kan inspiratie halen uit gemeenschappen in de wereld waar ze wel op zo'n manier leven. Dus meer, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar zoals Rojava bijvoorbeeld. Dat bestaat natuurlijk. Maar ik denk als je zegt, we blijven verder wel een Nederland in de Europese Unie en nationale grenzen, maar ook dat gaat wringen. Dus je moet daar grotere stappen in zetten om dat überhaupt te experimenteren. Maar natuurlijk met meer commons en meer mensen binnenlaten wel. Maar open grenzen is wel. Geen grenzen is echt iets anders dan meer open grenzen. Maar het doet ook aan de EU denken natuurlijk. En er zijn wereldwijd een heleboel initiatieven gaande om vrij verkeer te hebben in regio's. En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, we breiden onze regio uit.
En dan kan opeens de andere kant van de Middellandse Zee zou ook onze regio kunnen zijn. En je ziet die uitbreiding natuurlijk al met Oekraïne en Balkanlanden. Dus op zich is dat systeem een, ook een soort mega-experiment wat al 70 jaar loopt. Om te kijken hoe het is als er minder grenzen zijn. En dan werkt het niet altijd, zie de Brexit. Want dat is dan een voorbeeld van een land wat dat toch niet zo'n succes vond. Ja, maar ik denk wat er lastig aan is als je het dus op zo'n manier inzet, is dat dan tegelijkertijd heel veel van de rijkdom en de mogelijkheden die dan in die regio geboden worden, afhankelijk zijn van exploitatie elders. Dus misschien vergroot de regio, maar het feit dat die multinationals zo rijk zijn, inderdaad, hè, hoe komen ze aan die grondstoffen, hoe komen ze aan die arbeid? Als je dat tegelijkertijd wel in stand houdt, weet ik niet hoe dichtbij je daar dan komt. Maar het is moeilijk om te verbeelden hoe die tussenstappen eruit zien. Het is fijn om er samen hardop over na te denken. Ja, ik vind het altijd lastig als we het over het woord moeilijk en verbeelding, word ik altijd, het gaat niet goed samen met mij. Omdat ik ben natuurlijk een possibilist. Want het gaat hier om consequent zijn. Als je als multinationals makkelijk kunnen bewegen, als kapitaal makkelijk kan bewegen, dan kun je mij niet vertellen dat we niet aan een politieke verbeeldingskracht hebben om dus ook na te denken, wat betekent dit voor de mobiliteit van mensen. Dus ik vind het interessant wat het hele idee van, ik ga daar op nakouwen, want multinationals zijn wat dat betreft een interessante gids over hoe, want het zijn ook een soort van naties, zoals social media bedrijven in zichzelf ook natie zijn. En je kunt eigenlijk een burger van Facebook, hoewel je geen echt zeggenschappen hebt, maar er zijn allerlei vormen van gemeenschappen die ontstaan, ook nu buiten de natiestaten om. En ik denk dat de uitdaging is, hoe zorg je ervoor dat je dus die gemeenschappen verbreedt en tegelijkertijd dus die lokale identiteit koestert. Want ik denk dat dit debat heel spannend maakt, omdat het lijkt alsof je een soort aanval wil doen op lokale gemeenschappen, op de nationale geschiedenis. En ik denk dat als je die balans kunt koesteren en flexibel wordt met vormen van identiteit, burgerschap en nationaliteit, waarom zou je niet een Nederlandse burger kunnen zijn terwijl je in Congo bent? Dus dat zijn manieren om na te denken. En ik denk dat op deze manier nadenken ons dicht bij die wereld brengt. Dus daarom vond ik mooi wat je zei over, ja, het is incrementeel. Maar we moeten het wel durven denken. Dus je ziet dat er bijvoorbeeld ook met remote work, hè, dat zeg je eigenlijk, van waarom kan je niet Nederlander zijn terwijl je ergens anders zit. Je ziet dat er vanuit vluchtelingenkampen ook gewoon online gewerkt wordt. Dus als je een nieuwe website wil, dan kun je ook iemand uit de vluchtelingenkamp vragen om dat voor je te doen. En dan zijn er organisaties die zorgen dat zij ook daadwerkelijk het geld krijgen. Want dat is nog wel een dingetje. Maar dat is een voorbeeld. En stel dat iemand 5 jaar lang voor een Nederlands bedrijf op die manier zou werken. Als hij dat fysiek hier zou doen, zou hij recht op Nederlanderschap krijgen. Waarom, eigenlijk jouw punt, waarom zou hij dat niet krijgen als hij dat wel voor dat bedrijf werkt, maar vanuit een vluchtelingenkamp of vanuit een andere omgeving? En nou, dit zijn dingen die gebeuren. Dus het is puur inderdaad wat jullie zeggen. Het is de verbeelding over, maar het zijn, het is een realiteit dat dat al gebeurt, dat remote work. En dat er inderdaad ook in Europa landen zijn die Europese verblijfsvergunning geven voor iemand die niet in Europa werkt. En ik vind dat heel spannend. Volgens mij, het Europees Hof zal dat ook best spannend vinden. Dus ik weet niet of het helemaal kan, maar het gebeurt. Dus daar wordt over nagedacht en juist op die kleine schaal. En dat is denk ik wat jij heel mooi laat zien. Een ver gezicht, maar als je dat nu implementeert heb je een probleem. Maar wel mooi om als ver gezicht te hebben of als stip op de horizon. En wel kleine initiatieven te ontwikkelen die daar... Dus heel inspirerend.
Zullen we de vloer opengooien? Ik denk dat ik misschien nog één structureel punt wil. Jij komt met multinationals als voorbeeld waar we over kunnen denken. En jij komt met... En de EU. Oh ja, interessant. Goed om te onthouden als een soort... in feite hele grote ruimte waar no borders... of in ieder geval open borders gewoon gerealiseerd zijn. Dat heeft ook een enorme impact gehad... juist op de constitutie van de grenzen van de EU... En jij wilt gelijk het hele kapitalisme eventjes omver. Dat is op zich, denk ik. Er zijn veel mensen in onze tijd die denken dat het daar wel. Dat we daar weer eens opnieuw over na moeten denken. Waar we kunnen beginnen, in ieder geval. Maar toch is het wel een heel groot contrast. Dat jij juist de grote economische projecten in feite als voorbeeld neemt. En jij eigenlijk. Juist alle onrechtvaardigheden die daar ook in zitten, denkt daar moet je ook iets mee. Anders kan je niet over die no-border wereld nadenken. En ik zou jullie allebei willen vragen of je daar toch nog iets verder over kunt doordenken. Van wat maakt in jouw ogen het onmogelijk eigenlijk om over die no-border wereld na te denken, zonder dat je heel structureel ook allerlei kapitalistische structuren gaat ontmantelen. Daardoor wordt het wel op een bepaalde manier een extra veel eisend project in de ogen van veel mensen. En wat maakt het voor jou misschien minder noodzakelijk om dat te doen? Of dat weet ik niet zeker, binnen het recht. Ik bedoel niet voor jou als persoon, maar binnen het recht. Dus waar zijn de grote stappen? En trouwens, ik vraag het nu aan jullie, omdat jullie. Maar ik ben ook benieuwd hoe jij dat ziet. Omdat jij er ook een beetje. Hoe zeg je dat? Aan de ene kant wel het grote voorbeeld, aan de andere kant die grote onrechtvaardigheden natuurlijk ook op tafel legt en mee wilt nemen. Ik dacht op een gegeven moment ook van. Jij zegt. Mensen moeten kunnen migreren zonder sociale rechten. Maar je wilt natuurlijk ook niet dat mensen eigenlijk. Terechtkomen op plekken waar ze helemaal geen sociale rechten opbouwen. Weet je, het is best complex om. Wat zou dat voor consequenties hebben als je dat zou loskoppelen? Daar zou ik jou dan ook graag over willen horen, eigenlijk. Even denken. Misschien als ik het zou proberen kort te beantwoorden, denk ik dat het er vooral in ligt dat de. Hiërarchieën die tussen mensen gemaakt worden, niet alleen maar langs de axis zijn van burger en niet-burger of langs racialiseringsaxen, maar dat die creatie van hiërarchieën tussen mensen heel erg ook gekoppeld is aan wie geracialiseerd en eigenlijk een soort van beperkt wordt tot bepaalde vormen van werk en legitieme uitbuiting. En dat hangt denk ik heel erg samen met die notie van verdinglijking die je ook noemde. Dat het gelegitimeerd is dat mensen in hele barre posities worden gebracht, omdat ze als minder menselijk gezien worden, uitgebuit mogen worden. Het is prima om mensen ergens anders in fabrieken aan het werk te zetten. Voor heel erg weinig geld en ook om ze vervolgens, als ze daarvan weg zouden migreren, in kampen te stoppen, omdat ze dan toch alleen maar uit benarde situaties komen en het idee is, ze zijn al beter af als ze daar zitten. Kijk, voor ons zou dat heel erg zijn als we daar zitten, maar voor die mensen niet. En dat die ontmenselijking die met racialisering gepaard gaat, ook met heel erg economische bepaling en kapitalistisch systeem samengaat. Dus ik denk dat het heel moeilijk is om die van elkaar los te koppelen. Zo zou ik dat in een paar zinnen proberen uit te leggen. Ja, dank je. En is het niet de bedoeling dat ik overkom als een groot aanhanger van het groot kapitaal. Naar het recht kijkend vind ik het fascinerend dat er op dit moment een discussie is over corporate social responsibility voor bedrijven van een bepaalde omvang. En dan vooral een verbod op op producten uit landen waar die producten met mensen, de mensonterende omstandigheden tot stand komen. En dan in de discussie gaat het erover dat dan vooral
productie buiten Europa moet betreffen en hele grote bedrijven. Daar zit denk ik een van de pijnpunten, en dat is denk ik ook wat jij zegt, van ja, het bedrijfsleven moet niet de ruimte krijgen om uitbuiting normaal te vinden. En dat zit nu wel in het systeem. En daarom is het wel nodig dat daar regelgeving voor komt. Dat je zegt, niet iedereen kan zomaar als bedrijf leegplukken, et cetera. Ik vind het fascinerend dat we zeggen dat dat alleen maar voor situaties in het buitenland of buiten Europa. En dat er serieus politici zijn die zeggen van nee, maar in Europa, die supply chain die is helemaal schoon. Nou, dus daar ben ik zeker heel erg kritisch op. Maar ik denk dat je uiteindelijk een goede werkgever die goed voor zijn mensen zorgt en kansen geeft. En wat ik zei, als je werkplek de plek is waar je leert en niet de plek waar je uitgebuit wordt, maar waar je leert en waar ontwikkeling, dan is werk heel belangrijk en dan is die werkgever heel belangrijk. En daarom wil ik niet van daar wil ik nog niet helemaal van af. Dus vandaar dat ik het als voorbeeld naar voren breng als een omgeving waar ook juist de positieve ontwikkeling kan plaatsvinden. Ja, op een bepaalde manier denk ik dat beide pleidooien samenhangen, omdat Jolanda aan het eind, sorry Tamara, aan het eind had over kleine stappen. En ik word gecharmeerd van een pleidooi van Tisseltje, omdat het best wel een denkrichting geeft over wat je kunt doen met het huidige systeem. Overigens, ik merk het idee dat we op basis van het recht onze argumenten baseren kwetsbaar. Want je ziet dat politici kunnen bepalen aan de hand van de ontwikkelingen. Oh ja, dit verdrag vinden we niet van toepassing. Dus proberen ze daar aan te sleutelen. Dus daarom is het belangrijk dat we blijven nadenken over verbeelding. Want het gaat erom dat we dus harten en hoofden ook raken. In plaats van echt voor te bouwen bij wat de wet mogelijk maakt. En dat we misschien de wet een stukje verder brengen. Dus meer mogelijkheden. En dat begint met denken hierover. En een pleidooi voor wat concretere denkrichtingen. Dus daarom ben ik gecharmeerd voor wat initiatieven die binnen het huidige systeem het mogelijk maken om in ieder geval de erbarmelijke omstandigheden die wij zien te repareren. En ik denk dat het een politiek project is die te realiseren is. Wat betreft mijn pleidooi, dat is spannend, omdat het gaat niet alleen maar dat mensen geen inspraak hebben op uitkering in Nederland. Maar ja, zij moeten ergens wonen en overlast is iets wat leeft. En natuurlijk is veel angst, want multiculturalisme enzovoort. En we gaan alles mengen. Dus er zijn ook andere argumenten waar we rekening mee moeten nemen. Daarom had ik het ook over. Het lijkt me een interessante balans. Hoe behoud je de gemeenschap, maar tegelijkertijd uitwisseling mogelijk maakt. En ik denk nu dat het beleid heel veel uitgaat vanuit bedreiging of zielig, dus de migrant. En er weinig nagedacht wordt over dus die uitwisseling. En dat die migrant in zichzelf zelfredzaam kan zijn. En niet per se een bedreiging hoeft te zijn. Hoe je dat vormgeeft, dat is denk ik een vraag. Het is een politiek project waar je misschien een paar avonden nog hier in Spij 25. Ja, waarschijnlijk heeft het publiek ook nog concrete vragen over. Maar hoe ga je dat dan oplossen? Zodat we nog een tijdje met elkaar daarover na kunnen denken in ieder geval. Is er iemand die graag iets wil inbrengen of een vraag, een opmerking? Alsjeblieft niet te lang. En de microfoon komt naar u toe en pas gaan praten als de microfoon er is. Want anders dan kan de livestream het niet goed volgen. Alsjeblieft. Ja, ik ben een kind van een gevluchte Jood uit Berlijn. Die kwam hier als jurist, maar toen was het natuurlijk, mocht hij daar niet als jurist werken. Hij is cintuurtjes gaan maken in 1933. Heeft er hele 30 mensen in dienst gehad enzovoort. Maar toen kwam natuurlijk
In 1939 moest iedereen naar Westerbork. Hij heeft het allemaal, al zijn broers en zussen hebben het allemaal overleefd. Zijn vrouw, een Nederlandse niet-Joodse vrouw met hun eerste kind, was al in Amerika. En na de oorlog hebben ze hem nog 2 jaar stateloos gehouden. Die moeder was overleden, dus hij kon zijn kind niet eens ophalen uit Amerika. En dezezelfde zus, die nu 85 is, was archeoloog en heeft in Toledo, Ohio gewerkt. En dus in de jaren 80 en 90 ging de rector Magnificus weg. En de tweede rector, zeg je dat nou, de conrector, was een Joodse man. En zij zei, waarom word jij niet dat nou? Want je hebt zo alle papieren en iedereen wil je graag. Zei die, dat kan niet, zei hij, want ik ben Joods. Dat kan hier niet. Dus dat is nog wel heel pijnlijk en nog steeds zo loopt dat verder. Ik ben dus door mijn vader, die ook zeer veel reist en zo, als wereldburger zijn wij eigenlijk allemaal opgegroeid. En toch heb ik nog een vraag aan jullie. Hoe doen we dat dan als kerk, als religie en andere dingen niet strikt gescheiden worden en dat er, net zoals nu die autocratische, dat Erdogan en Orbán en de PiS en nu Slowakije zich weer, zeg maar, af gaan keren. Of dat we, als we juist heel open met de andere culturen ook naar binnen halen, dat vrouwen problemen krijgen. Hoe kunnen we dat oplossen? Want dat is ook toch wel een probleem. Ik zou niet willen zeggen, ik wil verdedigen, want we moeten er samen uitkomen. Maar ik heb er wel een zorg over. Hoe doen we dat? Het gaat erom dat we dus leren omgaan met het ongemak. Want wat u beschrijft, zoals ik het goed begrijp, dat is een discussie die we al die jaren hebben in Nederland. Over identiteit enzovoort. Je moet als nieuwkomer ook nu een participatieverklaring tekenen. Waarin je de zogenaamde Nederlandse normen en waarden zegt te gaan naleven. En ik denk dat het een inherent onderdeel is van het leven. Dat je dus omgaat met dat ongemak. Dat mobiliteit steeds makkelijker wordt. Dat verschillende normen en waarden langs elkaar leven. En het is een mooie politieke opdracht van hoe ga je daarmee om? Hoe ga je gemeenschappelijkheid vinden voorbij de verschillen? Dus dat is op zichzelf een veld van discussie. Maar ik denk dat zou mijn antwoord zijn. Dat de denkrichting zou moeten zijn. Het is mijn idee ook altijd geweest, maar het is wel heel ideeel en een hele fijne fantasie gebleken. Ja, ik vind hem heel moeilijk. Ik herken ook veel uit een familieverleden, maar dan als vanuit Nederlands-Indië verplicht gerepatrieerde grootouders naar Nederland. En mijn grootvader was arts. Zijn diploma werd ook niet erkend. Dus hij moest ook door allerlei hoepels voordat hij weer... Dus ik denk dat we allemaal eigenlijk heel veel van dat soort verhalen in onze familie hebben. En daarover praten, ook met mensen die, u noemde een Erdogan of een Orbán, die zich vanuit een nationalistische positie leiding geven aan een land, blijf je willen dat mensen uiteindelijk weer voor iemand anders kunnen kiezen en mensen kennis hebben. Dus dat blijft bij mij terugkomen. Elkaar begrijpen vraagt dat je ook kennis hebt, over grenzen heen kennis hebt. Dus in die zin vind ik het bijvoorbeeld heel kortzichtig van Nederland om internationale studenten te willen beperken. Ja, we hebben een huisvestingsissue, dan moeten we huizen bouwen. Maar internationale studenten bieden juist ook onze eigen jeugd de ervaring om te horen wat iemand ergens anders heeft meegemaakt. En het is natuurlijk ook goed als onze studenten naar het buitenland
buitenland gaan. Maar juist die uitwisselingen, u zegt ik ben wereldburger, herken ik. Dat maakt dat je op een bepaalde manier daarnaar kijkt. Dat betekent dat we mensen moeten opvoeden, opleiden, kansen geven tot wereldburgerschap. En hopen dat ze dan keuzes maken die uiteindelijk misschien tot een mooier model leiden. Dus ja, opleiding, campussen en geen kampen. Dat blijft voor mij de rode draad. Ja, ik weet niet of ik er op dit moment veel aan toe te voegen heb. Ik zou ook in de ideale hoek gaan zitten qua antwoord. Dus ik weet niet. misschien beter om nog een vraag te nemen. Want ik zou ook zeggen inderdaad over de verschillen heen zoeken naar gedeelde waarden. Ja. Om te beginnen heel erg bedankt voor voor het delen van jullie ideeën en verbeelding. Ontzettend mooi en inspirerend. Ik had een vraag vooral ingericht aan Tesseltje, maar het raakt aan wat jullie hebben besproken. En eigenlijk, je noemde net wereldburgerschap en burgerschap. En daar heeft het misschien mee van doen, want ik moest denken door dat derde voorbeeld wat je gaf aan misschien wel wat haken en ogen op het niveau van denken in termen van meritocratie. Van wie verdient het dus om dan ergens te komen? En vervolgens ook, wie bepaalt dat dan? In dit geval zijn dat dan grote bedrijven, neem ik aan. En toen dacht ik dus in termen van democratie en burgerschap, in hoeverre je dus dat soort instituties wel nodig hebt om niet een heel, heel eigenlijk misschien ja, chaotisch, om niet te zeggen gewelddadige vorm van meritocratie te creëren. Dus ja, daar was ik benieuwd naar hoe jullie daarover denken. Dat lijkt me een heel belangrijke vraag. Konden jullie hem volgen? Ja? Fijn. Dat is ook een van mijn vragen bij dit soort voorbeelden. De mensen die geselecteerd worden nu zijn vooral de hoger opgeleide. Dus je krijgt een opnieuw en in die zin is het niet. Zijn het geen nieuwe voorbeelden of geen nieuwe. Het is altijd dat voordeel geweest van hoger opgeleiden om die mobiliteit te hebben, terwijl anderen dat niet hebben. Dus dat project stimuleert dat zeker. Er zitten nog meer haken en ogen aan als je naar de Europese bedoeling kijkt van die talent partnerships. Want de Europese Commissie wil ze eigenlijk vooral als een stok gebruiken of een heel klein dun worteltje misschien. In ruil voor hogere muren en pushbacks en noem maar op. Dus je moet het absoluut niet in die sleutel zien wat mij betreft. Dus ik zou het veel meer als een alternatieve. Zoals we vrij verkeer binnen Europa hebben, zou je ook vrij verkeer kunnen hebben tussen landen waar je niet aan grenst, totdat je eventueel minder met grenzen doet. En dan zou je een burgerschap hebben van een zone die bepaalde afspraken hebt. Maar dan blijf je het risico hebben dat die zone zijn bewoners, burgers, hoe je ze noemen wil, beter behandeld dan anderen. Of dat daar keuzes in gemaakt worden op basis van wat op kennis en kunde. Dus dat heb je daar nog niet mee opgelost. Dat klopt. Dus dat is een hele terechte vraag. En ik denk gewoon een terecht iets om in al die avonden die erover gedacht moet worden, hoe zoiets eruit zou zien. Welke ruimte je laat voor mensen die dan niet in die red race mee kunnen van de meritocratie, maar die wel skills hebben. En dat zie je nu steeds meer eigenlijk. Dat men bewust is van ja, hersenkracht is leuk, maar dat is eigenlijk waar we als samenleving niet per definitie het meest nodig of alleen maar nodig hebben. We hebben ook gewoon mensen nodig die zonnepanelen installeren en die onze tomaatjes plukken. En we zijn heel erg gegroeid naar het idee dat het een beter is dan het ander. En eigenlijk moeten we eerst de denkstap zetten dat niet meer of beter is. Ik weet niet of dat al jarenlang zo is. Aan het publiek te zien, heeft u dat misschien al lang geleden meegemaakt. Maar mijn dochter kreeg net informatie over gaan studeren. Zij zit zelf op het VWO. Maar zij kreeg informatie voor MBO, HBO en WO. En ik kan me zo voorstellen dat een paar jaar geleden die MBO-folder niet in het envelopje zat. Want
als je VWO of gymnasium doet, dan ga je natuurlijk studeren. En ik vond het zo ontzettend leuk om met haar naar die mbo-opleidingen te kijken. En te kijken, zit daar eigenlijk iets tussen wat jou aanspreekt, wat je wil? En dat dat niet een no-go was. En ik denk dat dat een van de bouwstenen is. Nou, ik zei het al, kennis, elkaar begrijpen. Maar ook over de verschillende kennisniveaus heen moet je elkaar blijven begrijpen. En dat betekent dat het heel goed is als VWO'ers ook een mbo-opleiding aangeboden krijgen en misschien gaan doen. Dankjewel. Dat is nog niet het begin van een antwoord op jouw ingewikkelde vraag. Ik vroeg me af of jij daar misschien ook nog iets aan zou kunnen toevoegen door nog iets meer uit te leggen over die commons. Wat daar dan mogelijk is en wat voor besluitvormingsprocedures en democratische dimensies die dan zouden kunnen hebben. En de andere vraag was, jullie hebben het allemaal nog niet gehad over visa. Maar visa zijn, denk ik, qua barrières voor mensen en ongelijkheden enorm van invloed. Als je, zeg maar, volgens mij vanuit Zuid-Korea kan je het allermeeste visa krijgen van iedereen, maar vanuit de Europese Unie bijna het meeste. Maar er zijn ook landen waar, als je daar vandaan komt, dan zijn er misschien 2 opties voor een visum om dat te krijgen. Dus daar zitten enorm grote ongelijkheden in die heel erg met koloniale geschiedenis ook verweven zijn. Wat voor visa je voor welk land kunt krijgen. Dus daar zou ik ook nog graag jullie over willen horen. Maar misschien jou eerst nog over de commons. Ja, dank je. Het idee achter commons, of in ieder geval de commons die ik ken, is eigenlijk altijd dat het heel erg consensusgerichte besluitvoering is. Dus dat betekent wel dat dat misschien soms langer duurt en ingewikkeld is, maar ook dat het eigenlijk veel democratischer is, omdat je er dus echt samen uit moet komen. En het idee dat mensen die zich aan willen sluiten bij commons is dan dus ook dat je daar gemeenschappelijk afspraken mee maakt. En dat je inderdaad kan zeggen, hè, als iemand het helemaal oneens is met de ideeën over samenwerking en verdeling die binnen commons heersen, als je daar dan echt helemaal niet in kan vinden, dan pas je misschien daar niet bij in die commons. Dus daar zit natuurlijk nog steeds wel een soort van in- en out-idee bij. Maar dat is heel erg op basis van waarden die wel altijd ook weer ter discussie staan. Dus het is niet, dit zijn de waarden, je bent het er niet mee eens, dan is hier de deur. Maar dat je dat gesprek aangaat, maar dat dat soms ook misschien stuk kan lopen. Maar dat is heel veel eisend. Maar ja, op sommige plekken in de wereld werkt dat dus wel ook al echt heel erg goed. Misschien geef ik dan de microfoon even door dat eerst iemand anders weer iets kan zeggen over visa. Nou ja, ik denk dat die vraag samenhangt met alle punten die gemaakt zijn vandaag. Ergens is het toch wel een illustratie van de criteria. Want waarom mag je vanuit Zuid-Korea overal naartoe? Ik denk dat het per se te maken heeft met ras of kleur. Het is eerder met kapitalisme en het idee van wie vormt een bedreiging, wie gaat hier niet blijven om te profiteren van het systeem. Dus het punt dat ik maakte, dus loskoppelen van sociale rechten en mobiliteit. En en ergens op een andere manier nadenken over het recht om te bewegen, dat het ook hiermee samenhangt. Ik zie niet met het huidige systeem voor me dat landen, rijke landen als Nederland ineens zeggen vanuit Zuid-Soedan ben je zomaar hier welkom. Het heeft te maken met het kapitalisme en het idee wie voegt waarde en wie niet. Ja. Nou, wat misschien wel een mooi voorbeeld is, want visa's zijn totaal discriminerend en onderscheidmakend. En dat is fascinerend hoe, als je aan de andere kant zit, het opeens inderdaad heel moeilijk is om te reizen. Wat wel, denk ik, een interessante ontwikkeling is. Nederland hanteert al decennia voor mensen die langer dan 3 maanden naar Nederland willen komen een apart visum, een machtiging tot voorlopig verblijf. Alleen niet voor bevriende landen, Amerika, Canada, Japan, Zuid-Korea. Daar zit ook een duidelijke cultureel, koloniaal
wantschap tussen Nederland en die landen, althans dat is het vertoog. Daarvan is wel door de rechter gezegd dat het discriminerend is. Dus, en dat is vrij recent. Dus dat moet nog zijn vervolg krijgen en dat moet nog duidelijk blijken of dat inderdaad stand houdt. Maar je ziet in rechtspraak soms wel een, soms ook niet, maar hierin dan wel weer een ontwikkeling dat je denkt, oh hey. Dat wil niet zeggen dat het afgeschaft wordt voor iedereen. Want dat is natuurlijk het mooie. Dat zou het mooie zijn. Niemand heeft het nodig. Waarschijnlijk betekent het dus dat straks de lat voor iedereen hoger ligt in plaats van lager. Dat hebben we bij herhaling in het vreemdelingenrecht zien gebeuren. Als je een beroep doet op het gelijkheidsbeginsel, dan krijg je als antwoord prima. Dan word je gelijk behandeld. Allemaal een treetje omlaag. Dat verwacht ik hier ook. Maar de gedachte daarachter dat je zegt van hoezo die landen een andere behandeling, is denk ik wel een goede, ook in het denken over visa en burgerschap. En dat dat, ja, je birthright, hè, wat jij noemt, dat je, waar je de birthright lottery, waar je wieg staat, bepaalt hoe mobiel je kan zijn. Nou, daar is dit dan een kleine stap, maar het maakt het niet makkelijker voor iedereen, maar eerder moeilijker. Nou, met dat er een einde moet komen aan de birthright lottery, op welke termijn dan ook, maar in ieder geval in de goede richting, lijkt me een heel mooi einde van deze avond. Hartelijk bedankt voor uw komst. Heel erg leuk dat jullie gekomen zijn. En misschien tot bij de derde sessie.